Van de hoge literatuur naar hele andere literatuur. Vorige week in NRC Leest Martin Walser, deze week in NRC Leest Helene van Rooyen met de mannentester. Helene van Rooyen is niet zomaar schrijfster in Nederland, ze is een merk. Ze heeft haar eigen uitgeverij, Helene van Rooyen, een imprint van een grotere uitgeverij. Ze heeft een eigen lijn, ze heeft een eigen ondergoedlijn, geloof ik zelfs, samen met Marlies Dekkers. En ze schrijft boeken die een groot succes hebben en komt over de rode loper bij Tuschinski naar binnen. Een merk, een schrijfster met een imago. Norman Mailer zou dat heel graag zien. De Amerikaanse schrijver zei dat het eerste dat een goede auteur moet hebben is een imago. Meer heb je eigenlijk niet nodig. En bij de lijn Helene van Rooyen hoort natuurlijk ook het luisterboek. 7 cd's gelezen door Isa Hoes, die ook de hoofdrolspeler is in de eerste film naar het werk van Helene van Rooyen, De Gelukkige Huisvrouw. De mannentester. Het gaat over een vrouw die voor partners mannentest. Kijken of ze betrouwbaar zijn. Kijken of ze weerstand kunnen bieden aan de verleiding. En de Victoria die in dit boek deze mannentest is een harde, een keiharde. Een soort private detective in de zin van Raymond Chandler. De boeken van Raymond Chandler die meestal verfilmd werden met Humphrey Bogart in de hoofdrol. Zo'n harde, cynische figuur, dat is eigenlijk de hoofdpersoon van de mannentester ook. Seks is zwaar overgewaardeerd als je het mij vraagt, zegt ze. Typisch iets van deze tijd. Het is zo'n ding geworden dat je ook weer in orde moet hebben. Je haar hoort te glanzen, je dient je pensioen goed geregeld te hebben en je seksleven moet spetteren. Vroeger was alles beter, echt waar. Vroeger konden vrouwen ongezien sappelen. Ze mochten naar hartelust lijden. Hun bestaan kabbelde voort. Ze wisten bij God niet wat een orgasme was en misten het geen seconde. Ze zorgden voor hun kinderen en de warme prak. Ze gingen bijtijds het hoekje om. Niemand die erom maalde. De hoofdpersoon van de mannentester neemt geen halve maatregelen. Niet alleen verleidt ze de mannen die ze aan een test moet onderwerpen, maar als ze dan eenmaal verleid zijn, is ze zo'n mannenhaatster dat ze ze ook op een verschrikkelijke manier vernedert. Ze brengt tatoeages aan op de meest intieme plaatsen. En dat kennen we ergens van. In het boek en de film Millennium van Stieg Larsson wordt ook door middel van tatoeage wraak genomen op een hele enge man. Dat kun je ideeënroof noemen, maar misschien is het helemaal geen ideeënroof, maar is het het oude principe van de intertextualiteit. Het gebruiken van andere teksten in jouw literaire werk. En in het geval van Helene van Rooyen is het niet alleen dat. Er zitten ook stukken in uit de Bijbel. Er zitten stukken in uit Isaac Asimov, de science fiction schrijver. En op die manier probeert Helene van Rooyen een soort literaire glans aan haar eigen werk te geven. De mannentester is een schelmenroman. Een boek in de traditie van Ik, Jan Kramer. En anders dan je zou verwachten zit het niet helemaal vol met seksscènes en harde porno. Integendeel, er is een scène die ik wil voorlezen waarin je het tegenovergestelde ziet. Hij trok me naar zich toe en zoende me. Zijn tong was groot en vlezig. Speekselscheppend baande hij zich een weg door mijn mond. Zoals altijd stond ik op het punt om te gaan kokhalzen. Ik maande mezelf om kalm te blijven. Om niet te denken aan de vele bacteriën die in de groeven van zijn tong krioelden. Aan de vieze vingers die hij in zijn mond had gestopt. Aan het witte beslag dat ik achter op zijn tong had gezien toen hij het Spaanse volkslied zong. Aan de geslachtsorganen die hij ermee had gelikt. Die verwachte schelmenroman die komt niet uit de verf. Na een bladzij of 50 gaat de vaart uit het verhaal. Het beginidee was goed. En daarna denk je van ja, maar nu krijg ik een eindeloze herhaling van hoe die vrouw de mannen test. Daar komt bij dat de hoofdpersoon, dat goede personage, eigenlijk steeds inconsequenter wordt. Ze is op het einde van het boek totaal anders dan aan het begin. Maar dat heeft niet te maken dat ze een innerlijke ontwikkeling meemaakt, zoals je in veel literatuur ziet. Victoria blijkt veel gewoner, veel truttiger dan je denkt. En dat doet het boek een beetje als een nachtkaars uitlopen. Voeg daarbij de onlogische plotwendingen en de toch ongelooflijk vlakke stijl. En er is niet heel veel dat je in dit boek zal blijven boeien. En de belangrijkste reden daarvoor is waarschijnlijk dat alles wordt uitgelegd. Voor iedere gebeurtenis heb je 3 of 4 zinnen bij Helene van Rooyen nodig. En dat betekent dat je eigenlijk zit te denken, laat eens wat weg.
De Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway heeft ooit gezegd dat een goed verhaal of een goed boek moet zijn als een ijsberg. 1/8 ervan zit boven water en de rest hangt onder de waterlijn. Bij De Mannentester van Heleen van Rooyen is het omgekeerd, meer dan omgekeerd. Die hele ijsberg hangt boven het water. Heleen van Rooyen mag dan een flamboyante vrouw zijn, ze is een saaie schrijfster.